Ik zit hier bij Jaap Bressers. Jaap, jij hebt plannen om een woning duurzaam te verbouwen. Sterker nog, je bent al begonnen volgens mij. Ja, ja, klopt. We zijn druk bezig zelfs al. Ik heb samen met mijn vriendin hebben een bungalow gekocht in Best. We gaan verhuizen van Oorschot naar Best, dus we gaan de goede kant in. En we hebben een bungalow uitgekozen omdat die volledig gelijkvloers is. En dat is vanwege de rolstoel is dat heel erg belangrijk. Hoe kom je erbij om een woning duurzaam te gaan verbouwen? Ja, dit is een hele goede vraag. Ik heb daar helemaal niet over nagedacht, denk ik. Voor mij was dat heel natuurlijk dat ik dat graag wilde. Dat heeft ook een beetje met mijn geschiedenis te maken. Ik heb 10 jaar geleden al een ongeval gehad waardoor ik in een rolstoel terecht ben gekomen. En gaandeweg, ik ben natuurlijk een revalidatieproces ingegaan, allerlei andere dingen gaan doen. Zelfs motivatiespreker geworden. Dus ik mag ouwe hoeren voor mijn beroep. Nou, volgens mij kan dat niet beter. Ja. En daar ook duurzaamheid in ontdekt. Want ik vind het... Het is eigenlijk heel vreemd op het gebied van duurzaamheid. Vaak proberen we minder slecht te zijn. We gaan minder afval produceren of we gaan minder CO2 uitstoten of dat soort zaken. En volgens mij is het leven toch niet wat je wil leiden, is dat je minder slecht wil zijn. Maar dan vervolgens, je hebt misschien beperkte ervaring met het verbouwen van de woning. Waar begin je dan en hoe word je geholpen? Waar ik mee begonnen ben is vooral in mijn omgeving te kijken. Vrienden, familie, kennissen, wat hebben jullie al gedaan? En waarom? Kwam je daar veel voorbeelden tegen? Nou ja, stiekem doet iedereen wel wat. Soms niet onder de noemer duurzaamheid hoor, het is soms ook een labeltje waar je erop plakt, maar gewoon dat je iets moois aan het doen bent. En of dat je het gevoel hebt, wacht even, ik heb die investering gedaan en nou, dat werkte heel goed. Vaak denken ze dat duurzaamheid, dat je dan comfort inlevert. En mijn ervaring is dat juist helemaal niet het geval is, dat het je comfort en ook woonplezier op kan leveren. En dat is ook de insteek die wij in het huis aangehouden hebben. Kijk, als je duurzaamheid gaat doen van nou, en je moet dit en je moet zoveel korter douchen of je moet dat gaan doen, dan wordt het ook niet fijn, dan wordt het ook niet prettig. Je moet het willen en je moet daar ook een stukje plezier uit kunnen halen. En ik merk door de juiste keuzes te maken, dat het juist comfort op kan leveren. En noem eens wat voorbeelden. Waar wij voor gekozen, heel simpel, hebben hele goede dakisolatie gekozen. En de warmte stijgt op. Het is ook nog een bungalow, dus ja, je hebt één dak, één verdieping. En omdat alle warmte opstijgt, hebben we ervoor gekozen om het dak in ieder geval extra goed te isoleren. Daar verdwijnt de meeste warmte. En daar heb je dus ook het meeste comfort weer te winnen om daar iets mee te doen. Dat is één voorbeeld. We hebben gekozen voor een luchtwarmtepomp. En daar ben ik eigenlijk helemaal trots op. Omdat dat een... het is zoveel mooiere manier om te verwarmen. Als je kijkt... Je kunt op gas, je kunt gaan stoken. Kijk, in principe sowieso de aardgasbel in Nederland draagt op. Gas gaat duurder worden. Je gaat ook afhankelijk worden van andere landen. Die luchtwarmtepomp in jouw huis, het is, hoe moet ik het uitleggen? Het is een soort omgekeerde koelkast. Aan de binnenkant is het koud en de achterkant van de koelkast is het warm. Die warmte drukt die er eigenlijk uit. En dat doet die luchtwarmtepomp doet dat ook, alleen die doet het dan met jouw huis. Die haalt warmte uit de buitenlucht. En daar heeft je eigenlijk heel weinig energie voor nodig. Dat kan je ook op een hele makkelijke manier eigenlijk regelen. Stuurt hij de vloerverwarming, stuurt hij daarmee aan. Dus in het hele huis hebben wij vloerverwarming aangelegd. En waardoor je dus eigenlijk op een straks goedkope manier, maar ook een hele prettige manier, je huis kan verwarmen. Nou ja, en daarnaast, ik heb wel een passie voor duurzaamheid, maar ik heb er geen verstand van. En dan kan ik gaan googlen en dan krijg je een hele hoop tegenstrijdige dingen, dus daar kom je eigenlijk niet zo heel makkelijk uit. Door op zoek te gaan in de gemeente Best, en toen ben ik bij Best Duurzaam terechtgekomen. En
Dat is leuk. Dan krijg je echt zo'n golf van enthousiasme over je heen. Mensen met die, vier man sterk zijn we bij jou. Ja, met vier man sterk. Er is heel veel koffie erheen gegaan. Maar het was het waard. Het is iets van dat je zegt van... Dan ga je samenwerken. Dan ga je... En daar ben ik een heel groot voorstander van. Om elkaars kennis te gebruiken. Elkaars enthousiasme te gebruiken. Ja. Om verder te komen. Heb je daar veel goede tips gekregen inderdaad van de vrijwilligers? Ja, ik heb er heel veel fijne tips gehad. Ik vond het vooral fijn om op individueel niveau af en toe nog te kunnen schakelen. Want in een verbouwingsproces of als je een nieuwbouw gaat doen, maakt het eigenlijk niet uit. Je komt opeens voor bepaalde zaken te staan. Je komt opeens voor een keuze, de aannemer die belt, of de elektricien, of de loodgieter, of dat maakt niet uit. En die zeggen, ja, we zijn hiermee bezig, wat moet dat worden? Ja, weet ik veel. En, moet in ieder geval duurzaam zijn en op de toekomst gericht, denk ik. Ja, maar als ik dat tegen hem zeg, hij weet dat ook soms niet. En om op zo'n moment dan even te kunnen schakelen, of van tevoren al die informatie te hebben, dat je weet wat je tegen gaat komen, van nou, luister, pak het maar op die manier aan. Dan je komt beslagen ten ijs en je weet ook, je denkt na over je keuzes. En het grappige is... Eerst dacht ik dat duurzaamheid het een stuk moeilijker zou gaan maken. Want ja, je hebt de rolstoel, een oude woning en dan duurzaamheid. Maar soms maakt het juist veel makkelijker. Ik heb dadelijk kantoor aan huis en dan hebben we een betimmering aan de buitenkant. Ja, je hebt 10.000 verschillende soorten betimmering. En dan kun je het lakken of bijten of dingen. En je hebt plastic soorten en tussen hout en plastic in... En allerlei soorten. En als je uit die 10.000 dingen moet kiezen, ja, daar word je dol van, dat weet je niet meer. Mm-hmm. Maar als je van tevoren al de keuze gemaakt, ik wil het duurzaam doen, dan blijven er 20 keuzes over. En dan zorgt eigenlijk duurzaamheid, wat ik dacht dat het moeilijker zou maken, zorgt voor meer overzicht. Ja. En zorgt ervoor dat je de juiste keuze kunt maken. Duurzaamheid gaat inderdaad over ambitie, hè? En iets willen, mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je het ook kunnen betalen. Ja. Dus hoe kijk jij aan tegen, of hoe ben jij ermee omgegaan? We hadden de keuze, of we doen een wat lagere hypotheek en de rest van het geld gaat naar de energierekening, of we doen een wat hogere hypotheek en we hebben dan nul op de meter. En het mooie van die tweede constructie is, elke hypotheek zit aflossing in. Dus elke maand dat jij aflost, wordt het huis meer van jou. En dalen je maandlasten. Oké. En dat nul op de meter, gaat het ook daadwerkelijk lukken? Of denk je dat je een heel eind in de richting komt? Ik denk dat wij een heel eind in de richting komen. Het wordt een woning waar vrij veel elektronica aan in zit. Omdat de deur moet alleen al elektronisch open. Dus in sommige dingen ben ik afhankelijk van elektriciteit. En daarom hebben we ook bewust keuzes gemaakt. Het moet comfortabel zijn. Het moet betrouwbaar zijn. En het moet duurzaam zijn. En het grappige is, die drie dingen gaan eigenlijk vrij goed hand in hand. Ik denk dat we een heel eind komen richting nul op de meter. Ik ben nu 31. We hebben ook nog eventjes. En soms zijn er ook bepaalde investeringen die we even uitstellen. Bijvoorbeeld zonnepanelen hebben we er nu nog niet op liggen. Puur vanwege het financiële aspect. Mm-hmm. Maar we hebben wel een doorgang alvast gemaakt. Dus ja. We hebben nu al wel in de verbouwing rekening mee gehouden. Wacht even. Later komen er wellicht zonnepanelen. Dus kleine investeringen kunnen we nu al doen. Om dat later makkelijker mogelijk te maken. Mm-hmm. En dan kun je doorbouwen. Mijn ervaring is ook, je hoeft niet in één keer ergens te zijn. Ik bedoel, nul op de meter is ook geen doel op zich. Het is ook een weg er naartoe. En ik merk vooral ook wel geniet van de weg er naartoe. Heb je tot slot nog tips voor andere mensen die voor verbouwplannen staan? Je hebt al een aantal dingen gezegd hoor, maar zijn er nog een aantal andere dingen die je wilt noemen? Ik zou vooral zeggen, laat je inspireren. Ik bedoel, er is veel meer mogelijk. Vaak, stap even af van je eigen vooroordelen van over
ja, dat het veel moet kosten of dat het comfort in moet leveren. Het kan je vooral heel veel opleveren. Zodra je de juiste partners daarin gaat zoeken, en of dat nou in je eigen netwerk is of bijvoorbeeld via Best Duurzaam, kijk daarnaar. Ga elkaar versterken, gebruik ook de kennis van elkaar. Er zijn een aantal producten die niet werken. En het mooie is, binnen zo'n collectief kunnen we daar eerlijk en open over zijn. Want jullie hebben daar geen belang bij om iets aan te prijzen. Er zit ook geen commercieel belang bij. Als je een bedrijf belt, die willen verkopen. Min of meer. Bij zo'n collectief als Best Duurzaam, we hebben het doel om prettig wonen. Een fijn thuis mogelijk te maken. En dan op een duurzame manier. En als je elkaar daarin versterkt, dat is gewoon geweldig leuk.